Of het werkt? Ja. Nou, het zou kunnen. Het zou ook niet kunnen. Ik heb geen idee. Nee, je zit aan tafel omdat je een column schreef over het feit dat jij ook gecast bent. Er zijn natuurlijk veel meer mensen dan deze 10 uiteindelijk ooit... 21 duo's. 21 duo's zijn getest. Jij was ook even een duo met Willemijn Veenhoven. Ja, wat dacht je toen je gebeld werd van... God, zou jij iets voelen voor dat late avondslot? Nou, ik werd niet gebeld. Ik zat bij de directie van BNNVARA over wat anders te praten. Vanuit het niets werd mij in één keer de vraag gesteld van... Goh, heb je er wel eens over nagedacht om Jeroen Pauw op te volgen? En ik was even stil. Er schoot van alles door mijn hoofd. En ik dacht, nou ja, ik kan het best nonchalant reageren. En toen zei ik, nou ja, goed, het is wel eens door me heen geschoten. Prima. En toen, toen was het echt een hele tijd stil. En opeens ging de telefoon. Ja gezegd. En het was een mevrouw van Endemol Shine, volgens mij. En die zei de zin, ik heb groen licht. Ik zeg, nou, ik weet niet waar het over gaat, maar dat klinkt echt fantastisch. Waarover? Ze zei, nou ja, volgende week nemen we een pilot op. Ben je van de partij? Ik zeg, nou ja, goed, ik ben van de partij. En daarna hoorde ik dat het met Willemijn was, die kende ik. Dus dan ga je een kopje koffie drinken. En zij was ook wel wat verrast. Ik ook. Dus ik zei tegen haar, nou ja, goed, neem jij de leiding bij het gesprek? Nou, dat vond ze inderdaad wel natuurlijk, want ik had nog nooit een talkshow gepresenteerd. En op de dag der dagen liep ik het Endemol Shine gebouw binnen. Een enorm gebouw. En ik meldde me bij de receptie een half uur te vroeg. Er was wat geroezemoes. Toen hoorde ik de receptioniste zeggen, Marcel Meijer is er. En ik ben natuurlijk niet Marcel Meijer. Dat zei ik toen ook, dat is die darts, jongen, toch niet? Van darts, inderdaad. Ja. Dus we liepen door die lange gang en ik kwam in een totaal verlaten redactieruimte. Er zaten twee hoge mensen, dacht ik, van de NPO te kijken naar Shell Groenhuizen en Carrie ten Napel. En ik gaf mezelf, eerlijk gezegd, groeide ik in mijn rol. Ik dacht, nou ja, ik zat het een beetje aan te kijken. Ik denk, nou goed, misschien is het ook helemaal niet zo ingewikkeld. Ik ging een beetje door mijn papieren bladeren. Ik werd op een zeker moment meegenomen naar de smink. Nou, Willemijn kwam binnen. Hoi, hoe is het? Nou, goed, ik ben er klaar voor. werd meegenomen naar een ruimte. Waarom ben je dit niet geworden? Marcel, ik geloof dat dit volstrekt illegaal is wat we nu doen. Maar we hebben beelden van deze pilot of deze proefuitzending. We zien Marcel naast Willemijn zitten. Marcel heeft net als ik nu, ik zal het even laten zien. Je hebt een klein oortje in je oor waarop de regisseur kan zeggen opschieten. Of er staat nog een filmpje. Dat had jij ook in je oor. Je voert een gesprek over poëzie die iets met de Tweede Wereldoorlog te maken had. Verder voert het nu te ver. En je krijgt in je oor de mededeling, vraag even naar Anne Frank. Dan zien we... Ja. We zien al dat jouw ogen groter zijn dan gemiddeld. Maar we zien op een gegeven moment een totale verstarring. Nou ja, goed. Ik had ook nog nooit van een autocue gelezen. Dus ik was er behoorlijk van onder de indruk om die hele tekst en daarna door te pakken met een gesprek. En ik was... Nou, ik dacht, nou ja, goed, ik heb al twee vragen gesteld. En toen begon dat oor de hele tijd. Pak door, gooi Anne Frank erin. En ik had de hele tijd de neiging om te zeggen, met wie spreek ik? Waar ben ik? Ik zag Willemijn. Laten we even kijken, Marcel. Als dichter ben ik niet geboren, rijmen kan ik even min. Maar om anderen na te praten, daarin heb ik ook geen zin. Nou, van mij geen woord of lied, alleen de wens, vergeet mij niet. Nou ja, toen kreeg ik dat dus door. En God, dan wil je dus de hele tijd ook zeggen van... Helpt helemaal niet. Bleef doorgaan, pak door Anne Frank. Ik denk, nou, goed. Anne Frank, zei ik op een zeker moment. Anne Frank. En vier paar ogen keken me verbijsterd aan. Nou, toen wist ik al wel van, goh, kleine dit kans. Is kleine kans. Dan moet je nog 20 minuten. Ja, dan moet je dan... Nou goed, je hebt het meegemaakt. Maar geloof jij nog steeds dat het een uit de kracht van de publieke omroep is... of dat dit een zwakte bot is? Dat... Nou, kijk, dat je meer mensen... ik moet je eerlijk zeggen, nou, dan is de andere vraag, Angela. Zit er een duo bij waarvan je denkt, ja, maar dat... Kijk, er zitten duo's bij waarvan je denkt, nou, kansrijk. Zeer nieuwsgierig, ken ze een beetje. Benieuwd hoe de chemie is, of hoe het allemaal heet. Ja. Is er ook een duo bij waarvan je denkt, wat is dat nou? Ja, zelf ben ik gewoon wel benieuwd naar Erik Dijkstra en Willemijn Veenhoven. Mm-hmm. Erik Dijkstra vind ik heel leuk. Willemijn ken ik gewoon niet goed genoeg op de televisie. Ze heeft hier een paar keer als tafeldame gezeten, maar dat is het dan ook wel. Yeah. Op de radio vind ik er zeer scherp. Ik had op zich de combinatie Thijs en Fidan wel heel leuk gevonden, denk ik. Omdat Thijs de gedegen interviewer is en Fidan de springer. Ja, maar zij is niet van de EO, hè?